Het water in zeker 8 dorpen van het Pamaka-gebied is enigszins weggetrokken, zegt districtscommissaris Osei Yabini in gesprek met onze nieuwsdienst. Yabini benadrukt dat er nog steeds sprake is van wateroverlast en hoopt dat het de goede kant op blijft gaan. Nog gedeeltelijk onder water. Maar we zijn ook nog steeds bezig te kijken hoe we de mensen tegemoet kunnen komen. Dat willen we doen in samenwerking met Nieuwmond en NCCR. Om te kijken als wij tenminste voedingspakketten kunnen verdelen voor de mensen. Maar ik moet aangeven dat door de klimaatveranderingen zien we dat deze keer het wateroverlast langer is gebleven dan vorig jaar. Vanaf de kleine regentijd hebben de mensen last van wateroverlast. Het gaat en het komt. Op dit moment is het een beetje gedaald, moet ik aangeven. Het is een beetje gedaald, maar het is niet helemaal teruggegaan, maar het is wel een beetje gedaald. Laten we hopen dat het blijft dalen. Yabini zegt verder dat het maar hopen is dat het water niet opnieuw gaat stijgen. Eerder is dit al het geval geweest na harde regens. Veel huizen in het gebied zijn ondergelopen, waardoor er ook veel schade is aan de inboedel van de bewoners. De autoriteiten hebben de DC verzekerd dat zij de mensen in het gebied zullen tegemoetkomen. Met betrekking tot die kostgronden, niet alle mensen in kostgronden zijn onder water. Een klein deel van de mensen die op laag land hebben geplant, van die zijn onder water gegaan. Maar er is wel, moet ik aangeven, de mensen hebben wel contacten en familieleden vanuit de Franse kant. Maar daarnaast zijn er wel nog in de kostgronden voedingsmiddelen die niet zijn vergaan vanwege het water. De meeste voedingsmiddelen die vergaan zijn meer de knollen, bijvoorbeeld zoete patat, cassave, die planten houden niet van veel water, waardoor ze dan eigenlijk bederven. Yabini stelt dat hij samen met organisaties bezig is te kijken naar duurzame oplossingen voor de problemen in het Pamaka-gebied. Het voorstel is om bijvoorbeeld een doorgangshuis te bouwen op een plek waar de getroffen mensen onderdak kunnen krijgen tijdens moeilijke periodes zoals overstromingen.